Wesley Sneijder laat zichzelf van een hele nieuwe kant zien. Evert, zijn beelden opgedoken? Ja, van een verjaardag in Nieuwegein. En daar is Wesley Sneijder wel vaker te vinden. Niet alleen hij, ook Gladys Grace. Maar wat heel erg opvallend was... Wesley heeft een tijdje in Italië gewoond, zoals je weet, in Milaan. En daar heeft hij wel heel goed naar de Scala geluisterd, volgens mij. Want hij zingt gewoon op die verjaardag opera. Goed, een kleine Pavarotti aan verloren. Nou, dat klinkt wel goed. Hoeveel eigenlijk punten geeft de Songfestival jury? Een heel uitglijdertje na. Prettig hoor. Nee, kunnen we sturen naar Liverpool? Alles beter dan... nou goed. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. maar deze video laat ons nog iets zien, geloof ja, ik. Ja, want wij zijn oplettende kijkers natuurlijk. En als je dan op de achtergrond kijkt, dan zie je daar Gladys Grace zitten. En niet alleen, maar met een arm omheen. En dat is de arm van Boyd, een producer... van wie al langer verhalen gaat dat ze een relatie zouden hebben. En dat is niet even een momentopname... want even later staat er iemand anders op te treden. En ook dat houden we dan in de gaten natuurlijk. En dan zitten ze nog steeds helemaal in elkaar gestrengeld. Dus niemand wil er op dit moment nog wat over zeggen. Maar ja, kijk eventjes. Hey, hè? Ja, Glennis staat er niet helemaal alleen voor. Zo mooi om te zien hoe onze werelden totaal verschillen. Ik heb echt alleen maar naar de zanger gekeken. Wie was die gast die ernaast zit? Is er nog een beentje te zien? Ik kijk alleen maar wat ze aan heeft. Ik heb wie er aan wie ze kunnen zien. Ja. Ieders vak, hè? Surf mooi.